Kwart voor 8 ochtends. Het is echt, ik ben alweer 4 uur mijn nest uit. Want ik had echt een nachtmerrie. Ik was wakker erin. Normaal gesproken is het dan geen nachtmerrie of zo. Maar deze keer was het wel echt. Begon het heel angstig. Laat ik het zo echt. Het was een hond die, of een beer die echt gewoon helemaal wild. Jammer, kapot wil scheuren, kapot wil bijten. Echt, leek wel. Uiteindelijk leek het wel een soort van date, bij wijze van spreken. Met woede, wraak en jaloezie. En alsof ze helemaal verliefd op me waren. Om me heen aan hun haren, die echt gewoon door me over mijn hele lichaam aan het kruipen waren. Alsof die hele kamer gevuld was met allemaal demonen. De Black Magic. Al die gekkigheid wat iedereen naar mij toe heeft gestuurd. En verliefd fan, maar ook bangachtig iets. Maar Lucy mocht 3. Ze zijn elke keer met z'n drieën omheen en alles. Ja, ik mocht zo'n voorbeeld iets laten zien of zo. Ik kan het terug. Wat naar mij gestuurd is, heb ik gevangen? Ben ik nu de baas van of zo? Ik weet niet hoe dat zit. Maar ja, dus het komt. ik mocht 2 namen noemen en eentje. Er gaan naar 3 mensen komen. 2 namen heb ik genoemd. Het zal alles en duidelijk laten zien. Maar voor mij is het wel. Dat wat ik wou met dit YouTube en met de mensen resoneren en zo. Dat wat ik wou is gewoon niet meer. En gewoon gezien, solo, alleen. Zogenaamde vrienden die totaal geen interesse hebben, niet weten waar ik mee bezig ben. Ouders die totaal niet voor me opkomen, beschermen. Gekkigheid. Er zijn, lijkt wel echt vanaf 6, 7 jaar. Mark of zo op me. Maar die is verzegeld door God nu. Die is echt het enigste wat er gebeurd is. Voor corona had ik daar naar boven toe de Witte Arena. Nu heb ik niet alleen daar naar boven, maar ook naar beneden toe. En ik ben daar niet naar op zoek geweest, maar dat is me allemaal gegeven. De ene naar de andere demon op me afgestuurd. De ene Black Magic, emotionele chantage, brain fuck, weet ik het allemaal, gaslighting. Zoveel. Alsof ik dat allemaal. Alsof dat allemaal bewaard is. God heb het getemd voor me, of. Haat, woede en jaloezie hebben het getemd voor me, lijkt het wel. En het zegt, het wil de weg terug. Maar daar waar ik dit allemaal voor deed. Alleen maar copycats. Alleen maar views terugdraaien. Het kan niet groeien of zo. Een shadowban-achtig iets. Maar echt altijd kopiëren, spelletjes spelen. Het is echt eindtijd en de duivel die is echt bezig. Het is echt. Dus ja, daarin het spirituele. Dat wat ik hier al wou is niet. Dus gaan we mee stoppen.
aan het spirituele verder doen. Het is echt, ik heb dingen al gezien, dus wat hierna komt, is niet meer voor op YouTube. Eigenlijk nu, de laatste 3 weken, was eigenlijk al niet voor op YouTube. Te persoonlijk. Maar blijkbaar moet het zo via het internet. Ik weet niet wat dat is. Ik weet wel, als je er niet voor hier was, blijf dan weg. Want dan hoef je er niet voor IP te zijn ook. Het is echt alles wat ik vertrouwde, van hield. Is allemaal net niks. Ja, als ik buiten rondloop in de supermarkt, ik mag voor, ik mag dit. Iedereen doet aardig, iedereen die groet. Het is allemaal alleen maar de goede vibraties, maar ja, dat wat. Familie niet te vertrouwen en dat ik vertrouwde is gewoon niet op te bouwen. Dus heb ik blijkbaar gewoon gedaan wat ik moest doen. En is het nu echt aan, ja, waar is God en waar is God niet? We gaan het zien. Het is blijkbaar niet de bedoeling, je moet het echt alleen doen, dus jullie zullen het blijkbaar ook alleen moeten doen. Dus, en anders, als je iets voor mij hebt, geef het dan maar aan Chris of aan Inga of aan Sandra of aan mijn ouders. Want uiteindelijk willen hun het toch van me kapen. Kan je net zo goed meteen aan hun geven. Ga ik gewoon lekker blij leven. Maak ik wel een nieuw leven of zo. Is wat het is.